Stichting Connect Buurtnetwerken. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wij zijn een organisatie die probeert de mensen in de wijken met elkaar te verbinden door vraag en aanbod met elkaar te matchen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, iemand breekt zijn been, heeft een hondje, die zit omhoog om dat hondje uit te laten. Proberen wij daar een match bij te zoeken die dat hondje voor die persoon uit gaat laten. Ja. Bijvoorbeeld, dat is eigenlijk wel het makkelijkste voorbeeld. Iemand die uit een opvang uit een ziekenhuis komt of waar dan ook en eventjes verzorging nodig heeft, die nagelopen moet worden, om maar zo te zeggen. Ja, die zorg kunnen wij niet bieden. Wij bieden alleen eigenlijk praktische hulp. Want wij hebben geen gecertificeerde mensen die bijvoorbeeld verpleegkundigen zijn. Of zo. Wij werken allemaal met vrijwilligers. Ja. Dus het gaat echt een beetje om praktische dingen, zoals een boodschapje doen, gordijnrailsje ophangen of wat ik zei over dat hondje. Ja. Zo is dit eigenlijk een beetje ontstaan. Kleine dingen, ja. Wordt dit op de een of andere manier gefinancierd? Hebben mensen, betalen ze een toegangsprijs? Is er een abonnement of iets dergelijks? Kortom, hoe zit het met de centen? Ja. Nou, we worden gefinancierd door het WUP, wijkuitvoeringsplan. Ja. De mensen betalen hier in principe niks. Ze kunnen praktisch de hele dag gratis hier vertoeven. Eerste bakje koffie krijgen ze van ons sowieso gratis. Tweede bakje betalen ze 50 cent voor je. En een tal van activiteiten moeten dan een kleine bijdrage voor neergelegd worden. Ja, bedoel ik bijvoorbeeld een lunch voor 1,50. En dan kunnen ze onbeperkt eten wat er op tafel staat. Hetzelfde als wat wij eigenlijk gewoon eten als vrijwilligers. Ja. Mm-hmm. En voor activiteiten vragen we dan een kleine bijdrage. En voor de rest proberen we de kosten voor de mensen zo laag mogelijk te houden.